Hallo mensen, ik heb vandaag een video voor jullie over typetjes die meedoen aan examens. Het examen van net ging best wel oké. Hoe ging die voor jullie? Weet je, eerlijk gezegd durf ik daar niet echt antwoord op te geven. En ik heb echt amper geleerd. Ik bedoel, ik heb wel redelijk geleerd, maar ik denk dat jullie meer hebben moeten leren dan dat ik heb moeten leren. Dus ja, die van mij ging best wel goed. Trouwens, als ik morgen heb wiskunde. Als ik een 4 haal voor wiskunde, wat voor cijfers moet ik voor de ander halen om dan te gaan slagen? Oh my god. Als ik een 4 voor wiskunde zou halen, dan zou ik me echt niet meer durven te vertonen op deze school. Doel, hallo. Morgen hebben we Engels en me can't do Engels. I mean, I... Hebben we morgen Engels? Ik dacht dat we economie hadden. Oké. Me can do very well English. Yes, yes. Oh my god, morgen heb ik Engels. Straks moet ik naar de wc, straks weet ik niks meer. Als we 3 uur hebben per examen en je hebt ongeveer 60 vragen, hoe lang heb je per vraag de tijd om te beantwoorden? Ik had de 5 voor zo'n oefenexamen, dus ik denk dat het vast wel goed komt. Oh my god, volgens mij ben ik de enige die gaat slagen van deze mensen. Oh, mijn examen ging super goed. Easy man, ik was binnen 1 uur klaar. Ik snap echt niet hoe jullie mensen gewoon 3 uur kunnen doen over zo'n examen. Ik bedoel... Ik ben dus al 3 weken aan het studeren. 3 weken? Ik ben echt net begonnen. En ik denk echt niet dat ik morgen aan kan. Ik kan het gewoon niet. Oh. I just can't. I can't is het enige woord in het Engels dat ik kan uitspreken. Oké dan. Voor de rest is het gewoon een soort blokkade. Ik kan geen Engels. Jongens, ik weet niet meer wat ik moet doen. Weet je, misschien zit het gewoon in mijn genen of zo. Maar ik hoef helemaal niet 3 weken lang te gaan oefenen om dan een 6 te gaan halen, minimaal. Ik bedoel, ik loop gewoon naar binnen. Ik ga zitten. Ik zit er voor 1 uurtje. Vink wat dingen aan, vul wat dingen in. Niemand zal doorhebben dat ik uit mijn nek lul. Oh my god, hou eens op, praat niet tegen jezelf. Oké, weet je, ik ga gewoon zakken. Het maakt me allemaal niet meer uit. Ik word wel een straatveger of zo. Ik kan het niet meer aan. Nee. Gelukkig zijn nog maar de oefenexamens. Wat? Jezus, moet ik het zo meteen nog een keer gaan doen? Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Geef het een like als je jezelf herkent. Abonneer voor meer, want het is natuurlijk gratis. En dan zie ik jullie de volgende keer.